Yo, what up kijkers van Gonchi Games. Welkom bij een nieuwe THD Survival. En dit is eigenlijk niet zomaar een survival. Ik ben vandaag, laat ik jullie wat van de spawn en zo zien. En ja, dat ga ik eigenlijk doen. Dus ik loop die kant op. Holy shit! Hallo! What the fuck? Hey, Jeddy. Hoe is het ermee? Ja, goed met jou? Ja, gaat lekker. Wat kom je doen? Nou, niks. Ik ga weer. Yo! Nou, denk je gaat gezellig mee? Nee, grapje. Ik ga gezellig met jou vandaag deze video doen. Oké, ja, ik wil even beginnen bij de spawn, zeg maar. Ik loop er even naartoe, ik weet niet of je meeloopt. Nou, ik loop even met je mee. Hallo! What the fuck? Jij ook al? Hallo! Oh, mensen... Ik doe ook even mee. Ik ga gezellig mee kijken wat jij gaat laten zien. Oké. Nou, mensen, Roel doet ook mee. Dit is Roel, dit is de admin. Hallo, mensen. Ja, die en ik zijn support. Yes. De Minecraft-naam is Arorion en Roel van den Berg. Nee, ja, dat laten we het over. Maar ik wil eigenlijk even naar het begin toe. En dan... het spook, hè, ben ik. Ja, het spook. En dan beginnen we daar en dan laten we even zien van wat er is veranderd eigenlijk aan de spawn. Oh, je Minecraft-naam is echt te onduidelijk. Ja, erg, hè? Ja. La 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 la. Even kijken, G-regel 6. Ja, dat lezen we zo meteen wel. Zo'n dun gangetje. Hey, sst. Eens kijken. Hey, hij ligt weer te slapen. Oh jee, alweer? Wat leuk. Hij ligt ook nog met een fakkel te slapen. What the fuck? Oh jee. Yo, hij zou hete dromen krijgen, denk ik. Ja, inderdaad. Hey, yo, Sander, wak wakker, man. Hey, word wakker. We doen toch zo, wakker worden. Sander, hard wakker. Hey, Sander. Hey, waar ben ik? Sorry. Zie je die schedel? Hè? Dood. Ik ben de ergste nachtmerrie. Mwaaah. Oké, nee, grapje. Nee, mensen, dit is Sander, oftewel Hardstyler is de mod. Yo. Van de server, ja, zo te zien ik vliegen. Ja, dat kunnen supports. Dus dat is wel leuk. Kunnen we dat? Ja, wij kunnen vliegen! Oh god. Fucking nice. Leuk dat ik het weet. Nou, wist je dat niet? Nee, wel grappig. Okay. Natuurlijk weet ik dat. Maar laten we de botjes even zien als Roel met zijn grote kop aan de kant wil. Goed zo. Maar sorry. Welkom op de dagelijks HD server. Voor veel gameplezier deze kant op. Het ziet er best wel creepy uit. Al die enge ogen achter me. Ja. En welke kant moeten we op voor weinig gameplezier? Geen zin. Ja, regel 1. Geen kant op. Dat doen niet we niet. Grieven. Regel 2. Geen AFK-machines. Regel 3. Hacken doen we niet aan. We. Oké. Creeperhead. Geen XP farms. Oké. Geen item generators. Ja, item generators. Dat is cobblestone generators. Eigenlijk overal waar je items mee kan maken. Het kan nog wezen dat het wordt aangepast. Maar dat krijg je dan allemaal wel te horen. Geen spullen vragen aan de stafleden. Roel? Ja? Mag ik een koekje? Nee. Oh. Je bent niet lief geweest vandaag. Geen mensen vals beschuldigen. Hé, je beschuldigt mij vals. Oh, sorry. Nou, kom maar. Zal ik een koekje geven en dan ben je weer blij. Alsjeblieft. Hé, dat is op de grond. Nou pest je me. Nou. 5 seconden regel. Ja. Ja, inderdaad. 5 seconden regel. Even kijken. Geen links of reclame in de chat. Hé, mensen, dit is Gonchi Games. Niks claimen behalve je eigen huisje. Oké, dat valt te begrijpen. Minimaal 10 bloks afstand van je buren bouwen. Oké. Geen huisjes in de Nether weer. Ja, dit is trouwens nieuw. Dat ga ik gelijk vertellen. De Ender Farm is ook weg. Vanwege dat de XP farms niet meer mogen. Maar binnenkort komt er allemaal nieuwe dingen in de DHD 2.0. Maar dan zeg ik van hou de dagelijkse D even in de gaten. Hou de Twitter even in de gaten. En join gewoon de server, zeg ik altijd. Het is gezellig. Op diep mensen. Ja, zeker. Ja, gewoon meestal wel. Ja. Nee, meestal wel. Meestal wel, zegt hij altijd. Ja, joh. Weet Sander is altijd zo negatief. Hey. Sander, weet je het heel zeker? Ja, weet je het heel zeker, Sander? Kijk maar een bordje. Ja. Echt waar, hoor. Wel doen. Het is met Sander een beetje zo, als het gezellig is, dan ligt hij natuurlijk weer te slapen. Ach ja, nou ja, veel plezier dan. Even kijken, dan zijn we hier bij de nieuwe spawn. Bij die nieuwe spawn. Die gefixt is met de nieuwe regels. De regels, weet je wat, ik laat ze niet in deze video zien. Dan moeten jullie zelf maar even bij de spawn kijken, is veel makkelijker natuurlijk. De stafleden. Ik sta boven. Nou ja, zien jullie de kanalen ook een beetje staan. Misschien moet mijn kanaal hier, maar kan hier een mooi plekje, kan mijn kanaal mooi staan. Dat lijkt me wel een goed idee. Ja. Daar is Eva. Hoi Eva.
Eva heeft een gebakje op haar hoofd. Daar kun je lekker aan eten. Is dat een gebakje? Een gebakje. Even kijken. Dat is een taart voor ons, hè. Ze wil ons natuurlijk altijd wat lekkers kunnen geven. Dus ja, dan neemt ze het maar mee. Ja, of ze is gewoon een taart. Oh, kijk. Oh jee, oh jee. Ah, waarschijnlijk is ze wel zo sweet als pie. Kijk, oh mensen, wat is dat? Ja, dat is wat nieuws. Wie kan dat eigenlijk even demonstreren? Nou, we hier toch zijn, kunnen we dat zometeen buiten even demonstreren. Er is wat nieuws in de server. Moet nog aangepast worden, zit nog wat bugs in, maar nou ja, ze laten het zelf wel zien. Kijk eens. Kijk eens, hé. Hey. Oei. Ze lopen gewoon over de wolken voor me. Ja, dit is eigenlijk nieuw in de server. Wat vinden jullie nou ervan? Ik vind het wel een awesome idee. Alleen je hebt er veel particles, maar dat wordt allemaal nog aangepast. Ja, het is wel leuk. Er zijn wat klachten en er zijn wat mensen die zijn er heel blij mee. Maar het is allemaal met XP, dus je moet XP farmen. En daar kan je dus mee vliegen. En minimaal 20 levels. Maar ja, het is leuk. Het is leuk. Gewoon, leuk ideetje. Heeft Milan zelf gemaakt. Ja, heeft hij echt zelf gemaakt. Echt, ik zie het mezelf niet zo snel doen. Ja, als je misschien wat een tijdje erachter zit. Maar ik vind het echt netjes hoe hij dat gedaan heeft. Klopt. Ik vind de spawn, ja, ik heb allemaal complimenten gehoord dat het er goed uitziet tenminste. Wat vinden jullie er eigenlijk van zo met dat groene glas erbij? En... Ja, het ziet er nu wat beter uit dan dat het eerst was. Wat meer georganiseerd. Ja, ja zeker. Ja. En meer aandacht ingestoken. Ja. Er komt ook een parcours bij wat we meestal mee zijn. Dus, ja. Ah, weet je wat we doen? Sander mag dat even demonstreren. Je kan het zo goed. Ja, nee, wacht. Sander mag het doen. Ja. Ik kom eraan. Oké. Okay. Je weet, dit wordt opgenomen, dus je moet niet falen. Oh. You can do it. Come on. Nou, ik ga net zo ver als hem. Oh. Aha, en kijk of ik hem haal. Oké. Ja, nou, dan kan ik in ieder geval weer een leuke... Nee! Oh, dat doe ik jongens, zelf ook fout. Stop maar. Val. Nee, hier is nou een parcours eigenlijk. Je kan hier naartoe. Dat is een speciale reden, want daarna kan je hier naartoe. Dan kan je dus jumpen. En dan kom je eindelijk een keer in een ballon. Ja, die ballonnen die hangen hier al een tijdje, maar mensen konden er niet in. Dus toen kwamen we op het idee met gezamenlijk van, ja, mensen moeten in die ballon komen. Dus toen bedachten we, nou, weet je wat, dan maken we een uitdaging ervan. Ja, zoals jullie zagen is het al een beetje lastig. Ja. Nou, als je erin staat, dan heb je ook wat. Voor mij worden we hier belachelijk gemaakt. Nee. Ik geef ze ook een beetje de ins en outs hè, van de spawn, hoe alles een beetje eruit ziet. Want ja, dit zien ze in de meeste video's zien ze dat niet zo snel. Nee, klopt. En hier dit is ook een speciale editie van deze aflevering. Het duurt ook wat langer namelijk, want ik wil alles een beetje laten zien. Want ja, het gebeurt niet vaak dat ik alleen met staf opneem. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik het jullie opneem. Ja, klopt. Ja. Dus, nou, hier is Gwyn Parcours. Dat mag Sander ook weer even testen. Even kijken of hij dit keer gaat halen. Wacht. Oh, 3. Nou, bij die laatste, ja. Die is niet zo groot, Sander. Ja, zo kan ik... En er ging hier. Oké, ja, dit is eigenlijk leuk om te editen. Dit is niet één. Oh, wacht, bijna. Ah. En die valt ook al naar beneden. Ja, dat was leuk. Wauw, van die ziet er vet uit in Cheddars. Maar ik denk dat de mooiste dingen van deze spawn vind ik denk nog steeds die beeld. Ik vind die Azteken. Ja, Azteken krijgen vind ik echt. Ik vind hem echt awesome. Je bedoelt een hele grote beeld achter. Ja, met het DLA logo. Ja, die is echt super cool. Die is echt awesome. Ik vind ook wel. Er zit ook bepaalde easter eggs zitten in deze spawn. Dan moet je ze zelf opzoeken. Ik laat eentje zien. Ik geef één tip, omdat we hier toch bij die beeld zijn. Als je hier ergens naar binnen loopt, dan heb je hier allemaal pressure plates. Dus dan staan geloof ik iets van, wat zijn het, 8 of 9 pressure plates? 8 pressure plates en bij de 9e persoon moet hier naar binnen lopen. Eigenlijk moet je dus met z'n allen hier op een pressure plate staan. Dus dat daar eigenlijk allemaal. Ja, zouden eigenlijk 9 mensen moeten hebben, of 8. Ja, in het geval 9 te noemen. Ja. En dan, wat er daar gebeurt, dat vertellen wij niet. Dat moeten jullie zelf maar ondervinden. Maar ik denk dat we even naar de volgende project gaan. Ik zit zelf te denken om even naar het project van jou te zien, Jeddy. Nou, zullen we dat dan maar eens doen? Ja, ik zou zeggen van, ga er maar naartoe. Of je doet zoals de meesten doen, warp sponsor. Ja. Ja, kan ook. Ja, zoals jullie zien zit ik nog steeds in game mode, maar het is omdat ik met spawn nog steeds bezig ben. En er moeten allemaal nog dingen gebouwd worden. En ik vind het tof om te doen. Ik vind het ook echt een eer om te doen. Ja, klinkt een beetje raar, maar even kijken. We gaan hier beginnen, denk ik. Dit is de ingang.
Ja, ik ben geen idee waar je hebt. Ik sta bij de ingang, ik sta even voor de fonteinen. Ja. Oh. Nou ja, ja, de ingang, het moet een soort... Het wordt nog uitgebreid tot een plein, zeg maar. En dan zijn we nog lang niet klaar. Nee. Nee. Oké, we gaan even een soort met MTV Crips doen. Dit is de crip van Arorium. En ik wil, als jij nou ondertussen loop ik met je mee. Ik stel je vragen zo en dan mag je zeggen wat langs, het is. Als jij dan langs die kant gaat, dan moet ik deze kant. Nee, schat. Dan ga ik hier langs. Omdat dat, weet niet, het is cool. Het heeft wel swag. Ja. Yeah. Wat doe je nou? Homebreaker. Screever. Nou, oh jee, nou word ik verband. Ah! Maar hoe ben jij op idee gekomen? Wat is eigenlijk de idee waarom jij echt dit wel ging bouwen, zeg maar? Wauw, dat is een best wel ingewikkeld en kan een lang verhaal zijn. Maar ik zal het kort houden. Gewoon al een hele tijd terug. Ooit een keer in singleplayer een kasteel gebouwd. Wat hierop leek. Iets kleiner was. En er was er eigenlijk een idee van een vriend van mij. Vanuit het buitenland. Ja. Om een span ervan te creëren voor een server. Ze hebben het met z'n tweeën gehercreëerd. En dat toen een keertje ergens online gezet. En voor zeg maar als world save. En dat is een paar keer gedownload. En dat is nog weer andere mensen ook weer gehercreëerd. En vast door nog wel meer mensen die ons niet de credits gaven. Maar dat maakt ook niet uit. Maar uiteindelijk dacht ik van, nou, ik zoek de world save nog eens een keer op. En ik kijk hoe het was. En dan bouw ik er hier ook een. Alleen dan weer met mijn eigen draai. Ja, ik vind het tof gebouw. Het leukste is eigenlijk, als je hier zo voor staat, denk je van het is gewoon een smal gebouw, zeg maar. Maar als je straks naar binnen gaat, dat gaan we nou dus ook doen. We lopen ondertussen naar binnen. Dan is het echt een huge gebouw. Echt compleet gemaakt van steen. Ik zie hier stone bricks, ik zie hier stone. Ik zie hier en kobbel. Dat zijn wel de hoofdingrediënten. Als ik het zo vooral, zie. Vooral voor de muren en ja, vooral voor de buren is dat vooral in de pilaren, maar hier en daar natuurlijk voor accent ook wat hout en zo. Maar vind je het hier niet nog iets te donker als je het zo kijkt? Of moet je nog van die lantaarns plaatsen? Of al lantaarns van die kroonluchten die hier staan, zeg maar. Voor mij is hier gegrieft trouwens. Ja, ik zie het. Ja, gegrieft. Zoals nu deze glowstone teruggeplaatst is het hier al gelijk een stuk helderder. En vooral ook als je shaders aan hebt staan, is die gewoon prima te doen. Ja. Dan geeft het een bepaalde sfeer. Dat, zeg, als je overal licht plaatst, dan ziet alles er hetzelfde uit. Maar als je hier en daar wat accenten, wat schaduw hebt... Ja, dat is mooi. Dat geeft gewoon een gevoel aan een kasteel dat wel vet is. Ja, en misschien, ja, dat is tenminste dat zoals vaak van die tips zeg ik wel. Misschien leuk om af en toe ergens een spinnenwebje of een kopwebje neer te plaatsen, zeg maar. Mm-hmm. Dat heeft ja, maar dat zijn natuurlijk weer afwerkingen. Ja. En die doe je op het laatst. De draak, waar de kop een beetje heel erg donker van is. Ja, ik moet dat nog fixen. Maar ik vind het zo lullig om hier Piet Lullig een glowstone boven te hangen zo. Oep, kijk, glowstone. Ja, ja. Dus ik wil er eigenlijk nog wat mee doen. Weet je wat? Ja. Dan gaan we even verder lopen. Jullie kunnen binnenkort, ik denk dat er binnenkort nog een speciale tour komt van deze kasteel op de kanalen van Jeddy. Als ik ermee ga beginnen, als hij ermee zeker begint. Een tour online. Dus sowieso, zodra hij zijn kanaal heeft aangemaakt, komt hij ook in deze beschrijving te staan. Dus jullie moeten dan sowieso even op me abonneren, want hij is ook pro-bouwer, om zo te zeggen. Veel van deze dingen maakt hij eigenlijk en hint, er komen nog veel meer dingen van ons tweeën ook nog, dus dat komt allemaal wel goed. Laat ik het zo zeggen, dit is niet de laatste aflevering die we met z'n tweeën of meerdere opnemen. Nee, dat sowieso niet. Kijk, en dan zijn we hier, nou ja, het is wel, ik vind het wel mooi met die hallen zo. En is het toren, ga ik vanuit, dat je hier nog iets omhoog maakt. Ja, de muren moeten aan de binnenkant nog afgewerkt worden en dan zeg maar trappen naar boven. Want er zijn natuurlijk meerdere verdiepingen. En daar zullen we zo meteen nog wel even kijken, maar daar is nog niks op gebouwd. Oké. Ja, ik vind het echt een mooi project. Wat vind jij, Roel? Ja, ik vind het echt super. Ik kan niet wachten als Jerdy altijd weer een nieuwe idee hebt dat ik weer kan helpen. Want ik heb meestal niet zoveel te doen. Dus daarom, Jerdy, ben je weer met een idee en dan zijn we weer flink aan het bouwen. Ja, wel weer big regards aan Roel. Hij heeft heel veel dingen gesponsord. Ja. En want, sommigen zitten nu al wel in GM voor deze video. Maar daarbuiten
hebben supports sowieso al geen toegang tot game mode. Dus nee. Is eigenlijk wordt alles, alles gehaald in survival. Ja, veel mensen hebben ook gedoneerd. Er is daarom ook een / warp sponsor, zeg maar. Ja, dat is door Milan gezet nadat hij de vooruitgang van het kasteel zag. Ja. En dus toen zeg maar een middagje geweest dat mensen zeg maar, hun stuff konden daar droppen. Ja, en één ding mensen, ze mogen hier wel fly hebben, zeg maar alles is echt in, alle resources zijn echt in survival gehaald. Het is niet zo dat alles is geworld en dit, dat alles GM, want dat hebben mensen hier niet. Wij hebben puur nooit GM eigenlijk. De enige wie eigenlijk GM heeft, dat is Roel of Pascal in de server. Waar, ik heb het nou toevallig omdat ik bezig ben de spawn aan te passen en nog wat dingen. Vanwege de nieuwe plugin eigenlijk met die wolken heeft de rest ook even GM gekregen. Omdat het ja, een beetje irritant is als je constant die wolken voor je hebt. Maar daarover over die video eigenlijk over die wolken en dat soort dingen. Over die nieuwe plugin dat zien jullie op allemaal op dagelijkse date. Dat komt geloof ik volgende week maandag uit. Als ik het uit mijn hoofd heb, zei die gisteren toch? Volgens mij was maandag, ja. Ja, minder maandag saai, wel. Ja, dat ont. Maar we wisten niet saai video's niet meer, omdat hij die online moest zetten. Dus. Volgens mij lag Sander weer te slapen, want die was weer een tijdje weg. Lag je weer in een hoekje te slapen? Volgens mij wel. Nee. Hij heeft wel rode ogen, hè? Ja, dat heb jij trouwens ook. Ja, maar hij is gewoon slaperig en ik ben stoned. Ja. Hij was een sokje aan het spelen of een verstopt plekje aan het zoeken om te slapen natuurlijk. Kijk, jullie moeten eigenlijk met z'n... ik heb eigenlijk van awesome idee. Als, in principe als dit nou een story mode was, hè, dan hadden jullie eigenlijk alle drie een element moeten hebben. Ja. Kijk, ja hier in het kasteel, ja. Kunnen we misschien wel doen. En dan kom ik eraan als swaggy boy met mijn pimpboot. Met mijn schep in mijn hand van... hey, ga stil. Wat doe jij hier in mijn kingdom? Wat Roel heeft opgeëist. Ja. Even kijken, nee. Dan hebben we hier... De bordjes al. Met vrienden en wat staf kan zeggen en wat mensen tegen Auron kan zeggen hier. Trots dat ik heb meegedaan aan de donaties. Oké, wat hebben we hier? Ja, dit zijn eigenlijk twee... er zijn twee iron boards, zeg maar, van alleen maar iron blokken. Dat is puur voor de spelers. Het gouden bord voor de stafmembers. En het rode bord voor de vrienden die hier op de server spelen, die ik ook eigenlijk persoonlijk ken. Ja, ik vind het, het is ook een leuk idee. Je ziet het vooral hier ook in de hele server. Hè. Mensen maken allemaal van die borden waar ze wat neer kunnen zetten. Dus vooral, het wordt heel vaak gevraagd, valt mij op tenminste, dat de spelers die hier op deze server zitten, vragen van... aan een support of aan een admin of vooral natuurlijk aan Milan, wil je hier iets neerzetten? En ik vind, het is een leuk idee en het is een groot community gevoel, vind ik persoonlijk. Zeker. Ja, het is, heel veel mensen helpen elkaar. Het is echt, dat zeg jij ook vaak genoeg in je filmpjes. En het is echt heel erg leuk om samen te werken met iedereen. En dat mensen elkaar zo veel gunnen qua spullen en dat soort dingen. En, ja. En de staf is ook altijd heel erg... we zijn wel zo streng, maar we zijn wel redelijk. We proberen iedereen hetzelfde te behandelen. Dat, ja. Ja, maar het is ook wel nodig. Dus als je soms ziet, mensen zijn ze geloof ik iets van... Nou, een kwartiertje op de server en is gelijk al een grief. Ja, je moet niet grieven in deze server. Nee, dat is niet verstandig. Nee. Nee. Maar het ziet er hier ook tof uit. Dit wordt dus echt een... ik denk dat aan deze kant... ik ga ervan uit dat je hier straks iets genoeg aan hebt. Dat er aan deze kant denk ik hetzelfde komt. Ik weet het nog niet. Ik bedoel, er zijn veel spelers op de server natuurlijk, maar dit zijn borden van 25 bij 5 bij 5, dus 25 plaatsjes heb je. Min 1, omdat ik mijn eigen bordje van mening voor spelers erop heb gezet. Dus 24 mensen kunnen er per bord. Dus dat zijn al 48 spelers die ik niet ken, persoonlijk, die al wat een mening kunnen neerzetten. En er zijn vrij weinig mensen die op deze server 48 meningen hebben. Ja, oké, dat is ook zo. Ja, klopt. Dan gaan we nog even verder kijken, want volgens mij gaan we nog even een klein stukje verder. Ja, het loopt nog een stukje hoor. Mooie tuin zometeen. De binnentuin. Om het hele kasteel heen komt er nog een grotere tuin. Dat was een ideetje van Roel en meerdere mensen, maar Roel heeft het aan mij voorgesteld. Dus jij krijgt credits. Gewoon een aantal mensen heb ik dat besproken. Van joh, zal dat wat leuk zijn? En ik denk dat het gewoon veel mooier is. Dus we hebben nog heel wat te doen om een berg weg te halen, want dat wordt echt, wat wordt het dan werk zeg. Ja, dat wil ik wel geloven, als je ziet wat er allemaal al gebeurd is, maar hey, hebben jullie daar trouwens ook wel eens last van een nat kruis?
Ja, op het moment nu wel, blijkbaar. Ja. Elke keer als ik hier ben, word ik toch weer een beetje jizz in the pants. De holy water. Nee, zo ziet het een beetje van de bovenkant eruit, zoals jullie zien is er niet af te komen. Als het goed is, ik ga ervan uit dat het dak nog wat uitgebreider. Er zal nog wel een verdieping opkomen, denk ik. Er komt, even kijken, hier nog een, ik weet niet waar je bent. Ik vlieg nou bij de torens, bij die poort, zeg maar. Yeah, I see you. Nee, er komt hier inderdaad, zie je nog een muur, een enkele muur staan. Er komt nog een plafond op en daar komt nog een koepel op en dan heb je eigenlijk het dak klaar. Oh, het ziet er tof uit. Ja. Dat wordt gigantisch. Zeker. Even denken, dan gaan we nog even naar het volgende project. Dat is bij wat Roel heeft gemaakt. Daar gaan we ook nog even naartoe. Oké, ik zal er even heen gaan. Zijn we toch bezig? Daar staat helaas nog geen warp. Koning Molino, een band MC Bounty. Oh, is Milan online. Hey, ja, was sneller. Hex, is sneller als mij. Hey, en ik vind het wel leuk trouwens, want de staf let nou even niet op. Hè. Die is nou bezig met de video. Ja. Oké, hier beginnen we. Ik zou zeggen, Roel, zeg dus. Zeg eens wat dit is. Nou, ik ben bezig geweest met een, zoals je ziet, een kwartsprojectje. Met veel glas en lava. Ja. En zodra je de trap afloopt, dan zie je wel verder hoe groot de kamer is. Ik heb er nog geen naam voor, maar jij noemt het Hell City. Dus misschien dat het wordt. Ja. Ja. En waarom noem ik het Hell City? Nou, je ziet wel allemaal lava. Ja. Quartz, dat is echt het meeste gebruikt. Het is hier allemaal alleen maar gebruikt volgens mij, of niet? Quartz. Ja. Als vloer en dan aan de zijkant is hier glas en dan lava. Dus drie onderdelen eigenlijk. Nou, ik vind het echt een awesome idee. Het is leuk bedacht. Er zit heel veel lava in. Dus en noodzakelijk vind ik persoonlijk, dat is altijd wel heel vaak zo. Als jij zelf een server runt met te weinig RAM, zeg maar, en je plaatst zoveel lava, kan het enorme lag veroorzaken. Maar zoals jullie hier zien, geen lag. Nee, en ik heb zelfs shaders aan en ik draai nog zonder enige vorm van lag. Nou, welkom in de zaal. Holy fuck, ik heb zelfs 400 fps. Nou, zie je, dat is een goede server. Ik zie alleen dat er wat dingen gerollback zijn, zo te zien. Ja. Er staan wat dingetjes in de lucht. Die even weggehaald moeten worden. Ja, er is een kleine crash geweest. Want er stond eerst ook een andere bij de spawn, was eerst ook alles anders. Maar ja, toen crashte de server, dat kan gebeuren. Ja. Wat doe je eraan? Maar het ziet er echt tof uit. Het is echt een, wat ik al zei, jullie zijn van die, met die skins en zo, gewoon echt van die goden. En dan heb je hier precies vier. En dan hier mooi zitten met z'n allen, gezellig. Ja. Ja. Zo. Ja. Ziet er wel uit. Als we nou eens met z'n drieën omhoog gaan en dan omste beurt naar beneden vallen. Wie gaat eerst? En go. Ik val. Nou, dat klinkt inderdaad wel als, of ziet er inderdaad als wat goden uit, ja. Ik vind het wel nice. Volgens mij heb ik hierboven ook nog wat. Tenminste, ik zag nog een trap omhoog. En ik was natuurlijk weer zo slim om met mijn support dingetje, denkende dat ik in game mode zat, door de lava heen te vliegen. Oh, dat deed ik vorige keer ook, hoor. Maar toen ging ik wel dood, maar ik had gewoon zin om door de lava heen te vliegen. Ik weet niet waarom. Oh, ben je alweer vooruit gevlogen? Ja, ik ben even verder aan het kijken, want volgens mij is hier het einde. Ja, maar nee, ik zei gewoon ingang. Zeg maar hetzelfde als de andere kant, maar dan iets langer. Maar ik vind het wel geniaal, het gaat gewoon echt dwars door die berg heen. En als je ziet, hier heb je nog een hele mooie ruimte waar je echt heel veel mooie dingen nog kan bouwen. Ja, we zijn, de dingen ligt vlak bij de stad waar ik dan samen met Sander woon. En wij zijn druk bezig om nu onze stad een beetje te vergroten of in ieder geval wat mooier te maken. Ja. Dus dat komt erbij. Sander is ook weer een hele mooie tempel aan het maken nu. En dat zullen jullie vast wel een keer weer zien. Dat laten we de volgende keer wel een keer zien. Zodra die af is. Ja. Ja. Tot zover is er. Dat duurt nog wel even. Dat komt wel. Dat komt wel goed. We gaan sowieso wel eens even vaker een gezellig als stad een keer opnemen. Een beetje een toertje en zo doen. Dat is altijd wel even leuk. Beetje YOLO-tijd. Ja. Het is trouwens ook de eerste video waar. Eerste video officieel is het niet. Het is eigenlijk de eerste lange video waar deze mensen aan doen, geloof ik. Ja. Dat zie je waar ik in zit in ieder geval. Dus. Ja, wel in video's van Milan gezeten, maar ja, die waren een beetje kort en dan zeg je amper wat eigenlijk, om zo te zeggen. Ja, oké. Dat is waar, maar dat hoeft ook niet per se, hè. Dat is niet de bedoeling. Ik ga nog even naar /pan en dan ga ik daar de video afsluiten. Hou me hier weg. Kijk, aan de andere kant. Ah, shit. Laat me zitten. Nee, ik was aan de andere kant van het glas. Kijk, dan gaan we gezellig met z'n drieën bij Milan staan en dan ga ik de video afsluiten. Hoe vind je dat? Ja, dat vind ik ook wel mooi.
Zo, gaan we gezellig met z'n allen bij Milan staan. Zo. Gezellig met z'n allen. Ja, wacht. Gezellig. En dan zeg ik mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op Conti Games. Geef een blauw likeje. Blauw duimpje. Vroeger was het groen duimpje. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. En later. Later.